De vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, hield gisteren een eendaagse expo van de Sukui Irodikromo Volksacademie voor Kunst en Cultuur. De activiteit vond plaats in Sana Budaya in het kader van de viering Herdenking 126 jaar Javaanse Immigratie. Op 9 augustus is het precies 126 jaar geleden dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname arriveerde. Dit jaar vindt de viering plaats onder het nieuw VHJI-bestuur onder leiding van Elwin Atmodimejo. Hij leidt de organisatie de komende 3 jaren na een periode van 4 maanden leiding geven aan het interimbestuur. De feestweek ging van start op zondag 31 juli met een voetbalwedstrijd en Jerai Kepang opvoering. Behalve de expo van de Sukui Irodikromo Volksacademie zijn er ook cabaret en muziekoptredens op programma. Atmodimejo benadrukt in een persbericht dat de Javaanse kunst en cultuur meer biedt dan deze activiteiten, maar kosten in deze tijd het minst. De officiële ceremonie voor de kranslegging is op maandag 8 augustus bij het monument van Sana Budaya.